Goedenavond, dames en heren. Welkom bij het Tourjournaal met alles over de 16e etappe in de Ronde van Frankrijk. Een klassieke Pyreneeënrit. Aan de start vanmorgen in Bagnères-de-Luchon misten we een Nederlander. Voor Bram Tankink is de 97e Tour de France voorbij. De 31-jarige redder van de Rabo-ploeg heeft een bacteriële infectie aan zijn luchtwegen. Verslaggever Han Kok zocht hem op vanmorgen. Het is 9:15 vanmorgen. Dit is het hotel van de Rabo-ploeg in Betran, net over de Franse grens in Spanje. Alles en iedereen maakt zich klaar voor weer een koersdag. Een zware koersdag waarschijnlijk. Allemaal behalve één. Bram Tankink gaat niet mee. Hij is ziek en voor hem eindigt de Tour hier. Ja, het is balen. Het is zwaar balen. Ja, ik had eigenlijk na gisteren echt een super zware dag. Ja, daar hadden jullie wel gemerkt aan het eind. En ja, zowel lichamelijk als mentaal gezien. En ik heb gewoon geknokt om bij die finish te komen. Met de hoop echt dat ik vandaag wat beter zou worden. Ik heb al vaker wel last gehad van mijn luchtwegen. En dan duurde het een dag en dan ben je er doorheen. Maar blijkbaar is het nu gewoon te erg. En ik heb de hele nacht lopen zweten en koorts gehad. En ja, ik voel me nu nog slechter als gisterochtend. Dus daar moet je gewoon, ja, samen in overleg met de dokter gewoon gezegd, je start niet. En ja, op dat moment gaat de gezondheid natuurlijk boven alles. Dit zijn de laatste beelden van Bram Tankink in de Tour. Gisteren gemaakt aan de finish in Bagnères-de-Luchon. De tank is gebroken na een voor hem helse dag. Schrikkelijk. Oh. Ja, Nou, zegt. Gaat het met je? Ja, slecht. Ik heb het heel moeilijk. Voor een emotionele Bram Tankink is het eigenlijk dan al duidelijk. Het is genoeg geweest. Ik heb het er nooit meegemaakt. Ik heb nu 8 grote rondes gereden, denk ik. Ik ben 1 keer gevallen, mijn allereerste grote ronde, en meteen naar huis moeten gaan. En dat is de eerste keer dat ik in een grote ronde op moet geven. Normaal kom ik altijd wel weer boven. En dus voor mij, met name dit jaar, ik heb er zo hard voor gevochten eigenlijk om in die tourselectie te komen. Ik was in eerste instantie niet geselecteerd en ik heb er alles voor gedaan om geselecteerd te worden. En krijg je dan die selectie en dan krijg je de kans en dan word je zo ziek. En ja, dat is echt, echt heel erg behalen. Misschien nog wel extra. En ook omdat thuis mijn vriendin, die is hoogzwanger. Dus ja, die heeft er ook veel voor op moeten geven. En die heeft me er ook enorm in gesteund. En als je dan ziek wordt, dat is hard, hè? Ja, dat is hard. Dat is heel hard. Maar ja, zo is het topsport. En zo gaat het dan. De bus vertrekt naar de koers. En Bram Tankink blijft achter. En dus begonnen nog 173 renners met Alberto Contador in de gele leiderstrui vanochtend aan de 16e etappe. De Spanjaard kreeg na de rit van gisteren veel kritiek omdat hij demareerde toen zijn concurrent Andy Schleck pech kreeg. Schleck had een aflopende ketting. Contador zei na afloop dat hij dat niet had gezien, maar later op de avond maakte hij zijn excuses in een filmpje dat vanmorgen verscheen op Twitter. Tal vez me he equivocado, ¿no? Lo siento. En esos momentos lo único que piensas es en ir lo más rápido posible. Y bueno, estoy descontento en el sentido de que para mí el fair play, el juego limpio, es importantísimo, ¿no? Este tipo de cosas que han pasado hoy es una cosa que no me gusta, es una cosas que no van conmigo y espero que la relación que tenemos tanto Andy como yo sea igual de buena que hasta ahora. Un saludo. En hoe reageerde Andy Schleck vanochtend bij de start? Was hij nog boos? Unfortunately, I'm not angry anymore. I'm over that, you know. I'm not the guy, you know. What's behind me is behind me, and now I have to look forward and do the best out of it. I apologize. Contador has said that he apologizes. Do you accept his apology? Yeah. De 16e etappe is er eentje met historie. De start is in Bagnères-de-Luchon, als gezegd. En de finish naar bijna 200 kilometer in Po. Voor de 58e keer finishplaats. Onderweg 4 beklimmingen van legendarische cols. De Perissoud, de Aspin van de eerste categorie. De Tourmalet en de Aubisque van de buitencategorie. En daarna is het nog 60 kilometer naar de finish in Po.
Zes Nederlanders wonnen in het verleden een toeretappe in Po. De eerste was Theofiel Middelkamp in 1938. De Zeeuw was 2 jaar eerder de eerste Nederlander die een etappe in de Tour won. Na Middelkamp moesten we nog 40 jaar wachten op een nieuwe Nederlandse zege. Etappe winnaar in de Ronde van Frankrijk. Winnaar de tiende rit van Pierre van Gorlo en Lubberling. Wij gaan zo afstand kijken naar de eindsprint van Gerrit Kneteman. En hier komt Kneteman en die wint de etappe. Fantastisch gedaan. Rechts nu de beelden met Adi van der Poel, links Montempi en Finny. En van der Poel wint de etappe heel makkelijk en met een machtig gebaar. 1 van der Poel, 2 de beelden, 3 Finny. Ook van kop af. Lely gaat mee. Van Bon kiest voor wat? Van Bon. Van Bon. Leon van Bon. Leon van Bon met Vogt. Leon van Bon en Vogt. Leon van Bon wint de etappe. Vogt voor tweede. Lely derde. Angeluto vierde. Prachtig. Terug naar het nu. De koninginrit van 2010. De renners moeten meteen uit de start bergop. Dat is de beklimming van de Col de Pierre-Soude van eerste categorie. En heel, heel vroeg op de dag trekt Lance Armstrong ten aanval. Het is naar alle waarschijnlijkheid de laatste kans voor de Texaan om in de Ronde van Frankrijk nog een etappe te winnen. In het klassement speelt hij geen enkele rol meer. Hey, Van der Broeke. Oh. Aanval in het klassement. Dit is knap. En weer blijft Contador zitten. Diepe buiging voor deze Belg die geen slecht moment gekend heeft in deze Tour. De reden voor de aanval van Van den Broek is duidelijk. In de groep met Armstrong zitten onder meer Vinokourov, Hesjedal en Kreuziger. Dat zijn de nummers 9, 10 en 11 van de rangschikking. En de mooie positie, de vijfde van Van den Broek, staat dus op de tocht. Ook Gesink maakt moeilijke tijden door. Hij heeft kennelijk last van een koude start. En verliest samen met Joaquin Rodriguez en Samuel Sanchez en vele anderen tijd op de rest in die fase van de race. Anthony Charteau, leider in het bergklassement, doet op de top van de Aspin goede zaken. Hij pakt weer wat punten en zit weer wat steviger in de bolletjestrui. Lekker band, Robert Gesink. Hij maakt al met al een slechte start door van deze etappe. En later in de rit zal dit euvel hem nog een keer overkomen. En Contador kijkt eens goed wat er gisteren nou met Andy Schleck gebeurde. Ja, dit is nou precies waar het bij Andy Schleck misging. Hij had de ketting, zoals het heet, kijk eens even, schuin op de tandwielen staan. En dat is vaak de oorzaak dat hij eraf vliegt. En in die houding loopt zijn ketting aan tegen de voorderieur. En daar wordt dus eventjes aan geschroefd en gesleuteld. Maar je ziet het, de groep is groot en staat stil. Kijk eens, mooi gesprek tussen Contador en die Schleck. En wat zeg je dan? Terwijl Contador en Schleck verder babbelen, gaat het goed met de voorsprong van de groep met Armstrong. Intussen zien we beelden van de kopgroep. Met Armstrong voorin, met Sandy Cazar, met Horner, ploeggenoot van Armstrong, met Van der Wallen, die Barredo als teamgenoot nog bij zich heeft. Ze zijn met 9 man, ongevaarlijk voor het klassement. Koenigo is aangesloten. De oude Moreau zien we nog rechts in beeld. Het zijn ook wat oud-strijders in deze kopgroep en de altijd vrolijke Cazar. De derde beklimming van de etappe is de Tourmalet. Hier komen de renners daarop boven. En ze kunnen een mooi even onderzoeken, want donderdag wordt gefinished op deze Pyreneeënreus. De situatie is nog altijd simpel. Flinke kopgroep, rustig peloton en een demarrage van een oud gediende. Ja, Armstrong met Barredo. Een vroege aanval. Barredo vindt het niet hard genoeg gaan. Zo. En dat Plaza of Moreau, alles komt terug. Niet alles komt terug. Oei, 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 oei. Dit is trop of tronder. En dan gaat hij nog een keer, Armstrong. En het is Plaza die mee is getrongen. Koenigo kan erbij komen. En Federico ook, hè, die leekbreek. Ja, Federico zit er in het wiel van Plaza. Armstrong gaat gewoon door, hoor. Kijk, Koenigo moet passen. Die zit echt wat elastiek. Oh, ja, hij zit van der Wallen is eraf. Maar er zijn er nog meer af. Moroz is ook weg. Respect voor de oude Armstrong, die dit toch even voor elkaar krijgt. En Barredo, die zijn klimmersbenen toch ook ineens gevonden heeft. Weliswaar, daar gaat hij nog een keer versnellen. Kopgroep door midden. Hij wil absoluut schoonmaak houden. Dat hij niet met allemaal concurrenten naar het vlakken gaat.
Barredo, die zit eens eventjes naar de bos te kijken. Zie dat? Ja, hij zegt dat jongen doe je goed. Gaat hij weer? Barredo, jongen, ken je plek? Ho. En weer kan Federico mee en Armstrong nu toch ook. Nu moet Koneko een klein beetje passen. Dus daar zijn ze dan vanaf, maar Armstrong is nog niet terug. Met Plaza in zijn wiel, Barredo op kop. Vier man nu bij elkaar, Koneko er even af. 1,5 kilometer tot de top van de Soeloor. Koneko ook weer terug. Hope rides again. Hoe symbolisch is dat? Dat moet toch ook moraal geven? We zijn op de Soeloor. En niet alleen. Wat een volk staat daar. En daar gaat hij nog een keer. Korte afdaling en dan de rest. Op de Aubisque, het vervolg eigenlijk van de Soeloor, gebeurt vervolgens weinig. Moreau komt als eerste boven en schuift wel op naar de tweede plaats in het bergklassement. Vervolgens ontstaat er een kopgroep van 9 man. Armstrong, Koenigo, Federico, Van der Wallen, Horner, Moreau, Plaza, Barredo en Sandy Cazar. Want die komt in de afdaling weer aansluiten. Dan is het wachten op de eerste aanval en die komt verrassend vroeg. Daar gaat Barredo nog eens een keertje. Onderaan op het vlakke stuk. Wat een drieste acties. Ja, dit betaalt hij natuurlijk dadelijk ook weer terug in de finale. Ja, bovendien hebben ze nu een hekel aan hem. Hij heeft nu al echt op de meest vervelende momenten liggen demareren. Het verschil loopt op naar 44 seconden. En dat is een gat wat hij geslagen heeft. 8 achtervolgers. En die rijden in een treintje waarbij alleen Van der Wallen niets doet. Dat is een ploeggenoot van Barredo. Ook Cazar is helemaal gekookt. Wat voor list kan de Amerikaan nog verzinnen om zijn laatste kunstje glans te geven? Over 1 kilometer of 10 hebben we nog zo wat van die stukjes naar boven. Hij gaat al omkijken. Niet doen. Niet doen. Het verschil loopt weer op tot 29 seconden. Armstrong, Horner, Cazar, Van der Wallen, Federico, Moro, Plaza en Koenigo. En zo heel snel komt deze groep toch ook niet terug. 20 kilometer reizen, nog op 8,5 minuut. We zijn alleen maar bezig om mannen als Plaza niet te veel voorsprong te laten nemen. 21 seconden. Het was al 14. Hij houdt stand. Vraag niet hoe, maar hij doet het. Oh, deze mannen zitten dus gewoon te pokeren. Gezinglek. Ach. Tweede keer al vandaag. En nu zal er ook gewacht moeten worden. Hij moet tussen de auto's blijven. Altijd afstappen. Ik vind dat ook. Altijd. Vrij snelle wissel. Vrij snel. Hartstikke snel. Hij zit tussen de auto's, dus dat is geen probleem. Dat gaat goed komen. Ja, als je nu nog langer wacht. Ze kunnen gewoon niks meer. Compleet op het rooster. Daar gaan de neutrale motoren al de bocht door voor zich, linksom. Ja, maar het is geen 31 seconden. Nee. Het is 24. Wij krijgen andere informatie. Ja, maar dan nog. Het is gewoon te veel. Ze doen niks meer. Ze halen het niet. Nee. Er gebeurt niks, maar ze zijn maar... Ja, 13 seconden. 13 seconden nog maar. Het was net nog 23. 10 seconden. Het is een gat. Hij gaat naar de laatste kilometer. Barredo, kom op. Een ventje. Want nu verdien je het. Nu moet je ook winnen. Nu mag je niet meer verliezen. Oh, hij legt ze God, kom op, jongen. Man nog. Ik geloof dit vind ik echt zielig. Dit is echt niet te veel. Krachten stromen nu uit zijn benen. Maar ja, wie gaat dit winnen dan? Hoe kan dit nou? Hij staat Cazar, helemaal stil. Je wint gewoon Cazar. Het zal toch niet zo zijn. Denk om Federico. Denk om Koenigo. Moreau rijdt het dicht. Moreau opent zich op. Jongen, hij gaat echt ingelopen worden in de laatste kilometer. Hij kan de streep voelen, zien, aanraken. En je kunt niet zeggen dat die jongens gebluft hebben, want ze hebben het echt niet zo bedacht.
Dit is niet te bedenken door niemand. Maar voor wie rijdt Moreau het dicht? Is die plaats al zo rap dan? Nee. Niemand is meer rap, denk ik. Bijgehaald. Nee. Alles bij elkaar. Oké, ik hoef het niet meer te zien nu. Wie gaat nu de sprint winnen? Dit kan niet. Oh, kijk, Barredo daar rechts. Ho. Nou. En Koenigo, die kan ook nog wat hoor. En Kassar zit helemaal in het laatste wiel. Dat vind ik erg ver van achter. Achter Armstrong. Moreau trekt die sprint aan voor Ruben Plaza. En Van der Wallen zit daar ook nog. Kassar wint. Maar die kan niet sprinten. En Federico komt nu. Lens. Het zal toch wat zijn. Lens Armstrong gaat meedoen met de sprint. Kiest het wiel van der Wallen. Armstrong rechts. Op Lens. Helemaal links, Federico, Plaza. Federico. Won vorig jaar in Tarbe. Nou, vandaag. Federico voor Kassar en Plaza. Oh. Federico, hij doet het weer. Hij won in Gap, hij won vorig jaar in Tarbe. En wint vandaag in Po. Zo ziet verliezen eruit. Dan gaat het om de 11e plaats in deze rit. Husoft doet het goed. Hij was de beste in de bergen van de sprinters. Pierrick Federigo wint voor de 3e keer een toeretappe. In 2006 in Gap en vorig jaar in Tarbe en nu opnieuw in de Pyreneeën. De koninginrit notabene naar Po. Het is al de 6e etappezege voor een Fransman deze Tour. La plus belle, une fois de plus. Comme l'an dernier, il y avait le Tourmalet, l'Aspen. Et en étant devant, j'ai attaqué quand on est revenu avec le groupe à Contador au pied du Tourmalet. J'ai attaqué parce que je sentais que c'était ma journée et que mes supporters étaient là. Ma famille était là et voilà, je me devais d'être devant, d'être un petit peu, comme on dit, euphorique. Et voilà, là, c'est encore un grand moment. Je pensais que j'allais rater un petit peu mon tour parce que j'étais pas très bien. J'ai voulu me rassurer l'autre jour avec l'échappée, avec Fetcha et Sylvain. Et bon, voilà, aujourd'hui, je pense que l'équipe B-Box a réussi son tour, quoi. Il n'y a pas de... Voilà, on pourra partir confiant de ce tour. Dit zijn de eerste 10 van de uitslag. Federico wint dus voor zijn landgenoot Kassar. De winnaar van de 9e etappe. Plaza wordt 3e. Dan volgen Koenigo, Horner, Armstrong, Van der Wallen en Moreau. De arme Barredo wordt 9e op 28 seconden. Husoft 10e. De beste Nederlander is natuurlijk Robert Geesink op de 37e plaats. Hij had het behoorlijk zwaar in de bergen vandaag. Zo, die zijn zwaar. Maar ja, er zijn er in de Tour best veel van, hoor. Maar vandaag was het vanaf kilometer nul koers, denk ik. Was het vanaf kilometer nul koers. En hebben we daarna ook niet meer rustig aangedaan. Dus het was wel slopend. Vanaf kilometer nul koers, bergop, daar hou jij niet van. Dat was te zien, hè? Ja, maar ik denk dat er heel veel waren die er niet echt van houden. Ik zat in een groepje met Sanchez. Die zat toch derde in het klassement. Dus die hield er blijkbaar ook niet echt van. En die klimmen daarna was het ook redelijk pittig. Maar zijn we een dagje verder. En we hebben nu een rustdag. Dat is ook wel lekker. De slag werd geleverd op de eerste twee calls van de dag. En daar ging het helemaal aan bonken. En ik zat daar wel goed mee op zich. En, hoe verder je komt, hoe meer de slijtageslag het wordt natuurlijk. Het werd op een gegeven moment wel temporair op die overige calls, de Tourmalet en de Obisque. Maar dan ben je al redelijk gaar gekookt, dus dan heb je ook niet veel meer nodig. En ondertussen ook, omdat ik de enige Rabobankrenner was naast de kopman, flinke bidon aan het halen en zo. En op dit parcours hakt dat er wel in natuurlijk. En, toen bij de laatste keer bidon halen was het zijn van ga ook maar even meerijden. En dat zat er wel aan te komen. En, voor het klassement hè, van Geesink, omdat Plaza en Horner wel een beetje in de buurt kwamen. Ja, daarom. En in die laatste 40 kilometer, vlakke kilometers, kunnen we al wat minuten eraf snoepen. En dat hebben we ook wel gedaan. En ik ben samen mee gaan rijden met de jongens van Lotto en Garmin. Dus dat was een pittig werkdagje. Je hebt het al over de rustdag. Ben je er aan toe? Zo, ja. Zeker. Ja, nadeel is dat die anderen ook allemaal rust hebben. Dus die zullen er ook allemaal wel beter van worden. Dus, maar ik ben er zeker zelf zeker aan toe. Heb je hem nodig om weer beter te worden? Met andere woorden, ben je de laatste dagen iets minder geworden?
Ik denk dat iedereen minder wordt en iedereen leidt met dit soort dagen. En, het nadeel van een klassement is dat je alle dagen volle bak moet rijden, geven natuurlijk. En dan zit je nu in zo'n groep en dan zit Husov er nog bij. Nou, dat is echt slecht voor de moraal. Maar die kan die andere dagen natuurlijk laten lopen. En ik zit elke dag mezelf binnenste buiten te trekken. Dus dan daar word je natuurlijk wel zeker wat minder van. Ja. Morgen uitslapen. Voor Lance Armstrong was het zijn laatste kans op een 23e etappezege in de Tour. De Amerikaan viel aan, maar moest zich uiteindelijk gewonnen geven. A tough day. I mean, I paid at the end, warmed up a little before the race and went, you know, right at kilometer zero. And so 200K in the front took it out of me. I had no sprint at the end, but I tried. The days before when you were sitting up, was it focused on this day? I had this day kind of dog-eared in the book, but it was harder than I expected, and I guess I felt better as the race went on and towards the middle climbs, but tough one. I gotta say, this entire tour, the fans have been really nice to me and very supportive. And you know, today when you're out there in the group, you know, it's a small group, and so they can get closer to you, they can talk to you, you can talk back to them, but you know, I appreciate their support. And I think, you know, they don't have to come to the tour. They don't have to fly from all over the world and stand on a hot roadside, but they do, and I appreciate it. And you showed Lance Armstrong's not over with. Lance Armstrong is over in about 4 or 5 days. So, you know, I wasn't the oldest guy in the breakaway. Fantastic ride today. Ja, want de oudste renner in de kopgroep en van deze hele Tour de France is Morrow. Hij is 39. Armstrong wordt dat in september. Het duel van deze Tour tussen Contador en Schleck lag vandaag eens even stil. En dus kon de Spanjaard vanmiddag weer een nieuwe verse gele trui aantrekken. Overmorgen wordt er van beide rivalen vuurwerk verwacht. Siempre es bueno y además siempre es mítico, ¿no? El conseguir ganar el Tourmalet, pero bueno, este año especialmente tampoco hay bonificaciones. Entonces, pues bueno, puede haber diferentes intereses en la etapa y habrá que ver, ¿no? Si sales del Tourmalet de amarillo, tienes ya prácticamente el Tour en el bolsillo, sabiendo que en la contrarreloj Andy Schleck en principio no es un rival duro. Bueno, aquí en el Tour cada día es una historia, ¿no? El día que menos crees que va a pasar, pues hay cualquier historia que te rompe los planes. Pero bueno, si salgo de amarillo del Tourmalet, yo creo que es un paso importante. Y lo último, ¿por qué el vídeo de anoche? ¿Necesitabas, sentías que tenías que pedir perdón? Bueno, más que nada porque tengo una excelente relación con él, ¿no? Y la situación que se dio, pues no me gusta. Es una cosa que tampoco, pues, me resultaba nada agradable. Y bueno, pues lo quise hacer y sin más. Está arreglado, ¿verdad? Sí, bueno, hemos estado hablando hoy. Como te digo, tenemos una muy buena relación y por lo que sucedió ayer no vamos a romper esa gran amistad que yo creo que al final vamos a ser dos corredores que vamos a estar muchísimos años y todo va bien conviviendo juntos. Dit is het algemeen klassement. Er is weinig veranderd. Helemaal niets zelfs. In de top 10 Contador heeft nog steeds 8 seconden voorsprong op Andy Schleck. Samuel Sanchez is derde op 2 minuten. Dan volgen Menchel, Van der Broek, Geesink, Leipheimer, Rodriguez, Vinogourov en Hesjda. De Fransman Anthony Charteau hijst zich voor de 5e achtereenvolgende dag in de bolletjestrui. Hij spokkelde vandaag 28 punten bij elkaar. En hij leidt het bergklassement nu met 143 punten. Maar zijn landgenoot Christophe Moreau komt dichterbij. Hij klimt naar de 2e plaats op 15 punten van Charteau. De Italiaan Cunego is 3e met 99 punten. De groene trui verandert weer van eigenaar. Thor Hueshoofd kreeg vandaag loon naar werken. De Noorse kampioen neemt de trui weer over van Petacchi. Hueshoofd heeft nu 191 punten, 4 meer dan de Italiaan. En Cavendish staat 3e met 162 punten. En na de truien is het tijd voor Mart Smeets. Vanavond is hij weer met de avondetappe. Mart, goedenavond. Wordt het nou vanavond een uitzending over wielrennen of over politiek? Over politiek uiteraard. Daar zijn we hier voor in de Ronde van Frankrijk. Want wielrennen is politiek.
En je weet, Frits Wester is onze gast en daarom vraag jij het. Frits Wester was er gisteren al en ik deed een oproep aan alle politieke kopstukken in Nederland om even te wachten met het laten ontploffen van Paars Plus. Maar dat hebben ze niet gedaan. Dus komt vanavond de analyse gewoon van de tafel af hier. Frits Wester, onze hele goede RTL-collega, zal vertellen wat hij weet waarom Paars Plus niet is doorgegaan. En Johan Brenil zit aan en die weet waarom en hoe en wat er allemaal gebeurd is van Lance Armstrong. Lance zelf gaat slapen, dat doet hij hier in een hotel zo'n 10 kilometer vandaan. Hij had geen zin in ons. Hij heeft ook heel erg duidelijk gezegd, nog 4-5 dagen maken jullie Lance Armstrong de wielrenner mee. En dan is hij wereldburger en dat zij hem gegund. Wij zijn dat denk ik om 11 uur en dan zijn we hier in het Musée National du Château de Pau. Hier heeft Henri Quatre ooit gewoond. En hier zitten wij vanavond met Wester en Bruineel. Mooi hè, die namen. Lijkt wel een advocatenkantoor. Ga kijken, Mark, dankjewel. Morgen is er een rustdag in de Tour, dat weten we inmiddels. Maar wij zijn er wel gewoon met een nieuw toersnel om 7:30 weer op Nederland 3. We sluiten af nu met de etappe van vandaag natuurlijk. Die was precies 1 kilometer te ver voor Carlos Barredo. De Spanjaard die eerder deze Tour Rui da Costa op zijn gezicht sloeg, weten we wel. De Portugees van Kees de Panje. Zou Christophe Moreau daarom dat gaatje naar Barredo hebben dichtgereden? Mooie avond. Zo ziet verliezen eruit. Maar we zullen ons deze etappe lang, lang heugen. Hoe Barredo heeft geknokt.